Nou, dat is een goede poging. En daarvoor mijn dank, uiteraard. Goedenavond, dames en vrouwen, heren. U bent gekomen voor een heleboel vedetten en niet voor mij. En vandaar dat ik dat geen applaus ook niet zo belangrijk vind. Maar ik heb wel afgesproken met de mensen die zo dadelijk gaan optreden, die allemaal al met klotsende oksels in de kleedkamer zitten te wachten, dat we gaan zorgen dat ze keurig gesoigneerd worden vanavond. En dat wil zeggen dat ik de duidelijke afspraak heb gemaakt dat u keihard gaat applaudisseren. En dan was dat begin eigenlijk maar armetierig natuurlijk. Maar dat is niet uw schuld, want u wist niet dat we begonnen. Ik ga u vragen, en dat heet dan een warming up in de vaktermen. Ik ga u dus vragen van eventjes heel stevig te applaudisseren. Met de hele zaal na mijn 1, 2, 3. Eerder niet, want het moet een beetje georganiseerd gaan. Ik kan gelukkig tot 3 tellen. Dus ik stel voor dat we dat nu eventjes doen. 1, 2, 3, applaus! Ho, 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 ho. Hou daar maar mee op. Hou daar maar mee op. Als dat alles wordt vanavond, dan pakt Luc Steno, dan pakt Gerard Joling, dan pakt gewoon alle artiesten pakken gewoon alles in. U begrijpt toch wel dat met zo'n applaus wordt het geen avond. Is dat nu echt alles? Ik tel weer tot 3 en dan krijg ik een echt applaus. Dat moeten ze horen tot, ja, van Berchemstadion kunnen we nog spreken, maar tot in het Antwerpstadion. Dames en heren, 1, 2, 3, applaus! Hup, hou er maar mee op. Ik heb het al lang begrepen, ik heb het al lang begrepen. De dames klappen weer harder dan de heren. Dat heeft natuurlijk allemaal... Ja, dat heeft allemaal te maken met Gerard Joling natuurlijk. Knappe jongen, hij komt een beetje goed ogend en de heren allemaal toch een beetje jaloers. Hè, omdat ze moesten meekomen vanavond. Hé, de dames klappen duidelijk harder en u gelooft me niet... Zeg Willy. Wat denk je, Willy? Oh, wat? Er zijn zoveel Willys. Als ik u zeg Willy Nelson, dan zegt hij, even een lampje dat begint te branden en... U denkt misschien al eventjes aan die mooie staartjes en dan die band in het haar. Een beetje ruig typetje zo, een beetje sjoemelig mannetje. Maar daar zetten we daarnaast Julio Iglesias. Een beetje de klasse. Wel, u krijgt ze nu allebei tezamen. Dames en heren, geef nu maar een applaus voor Julio Iglesias en Willie Nelson. Thank you.
Ik ben heel fier dat ik zulke grote verdetten mag aankondigen natuurlijk. Ja, dat is weer iets anders dan altijd Sandra Kim, hè? Goed, dames en heren, maar we blijven in die wijnsfeer. En ik had het over goede wijn en goede wijn die mag wat belegen zijn. Maar we zitten in de periode van de Beaujolais. En dat is een jonge wijn, een fruitige wijn. Wijn waar dat zo nog wat uitborrelt. Wel nu, we hebben voor u een jonge groep klaarstaan. Ja, en als ik zeg een jonge groep, dan mag ik al gelijk verklappen dat het de Commodores zijn. Ja, dat is mooi, hè, dat. Maar er is een probleempje. Dat gebeurt ook wel eens met goede wijn. Hij is wel door elkaar geschud. Dat wil zeggen, de groep is niet zoals hij normaal is tijdens een optreding. Ik hoop dat u heel sportief daar krediet voor zult hebben. Dus hetgeen u nu ziet zijn wel echt de Commodores, maar de backing vocals, de dames die erachter zitten, die zijn niet helemaal echt. Ze moeten nog wat op elkaar inspelen. Maar met uw krediet gaat dat zeker lukken. Graag ook weer een heel warm applaus voor de Commodores!
zitten met een probleempje. We willen graag weten welke micro mag hij deze hebben, jongens. Spannend, hè, Luc? Ja, dan staan we gelijk samen op de foto. Kijk eens. Oh, het is er deze. Goed zo, hier ga je dan. Nu mee? Gooi je handen boven, zo. Iedereen! Hey, geweldig zo. Ga nooit alleen naar Venetië. Dit is je plaats. Dankjewel. Goeie Forsyth & Grant en ook nog Gerard Joling straks. Hou je van rock'n'roll? Ja! Oké, het volgende nummer. Helemaal in de rock'n'roll stijl. Meisje, leg een knoop in je zakdoek. Juist. Drop in je handen. Leuk mij te zien. Zo reed ik elke week naar Amsterdam en zijn haar dames weer voor ik afscheid nam. Meisje, leg een knop in je zakdoek. Schrijf de naam in de palm van je hand. Meisje, leg een knop in je zakdoek. Dan stuurt het jaar, dan ga ik naar Joop. Denk niet aan Kees, denk niet aan Koos.
maar denk aan mij, aan mij, aan mij. Loslaat, doorgaan, ook achteraan. Vertel je haar die dag een kindje op. Stuurde haar de mooiste roze van het verhaal. Bloemen vond ze keer, maar het kaartje voorbij. Dat vond ze idioot, omdat ze telkens zei. Maar denk aan mij, aan mij, aan mij alleen. De laatste keer dat ik daarop zie kwam, nam ik aan. Dank hartelijk. Het volgende nummer is een nummer waar ik bijzonder veel van hou, dames en heren. Het is een vertaling van een van de grote hits van Kenny Rogers destijds. She believes in me, oftewel in het Nederlands, zij gelooft in mij. Speciaal voor Michel Mare. Ze ligt te slapen, terwijl ik iedere naast kus haar zacht en zeg. Het was oké, okay. Ja, het was oké. Okay. Want zij gelooft in mij, zij heeft vertrouwen en ze staat op me bij. En als ik mijn verhaal wat mooier maak dan het werkelijk was, is het maar alleen. Wat zij genoeg in mij, maar eigenlijk is de mooie nacht in mij. Dat is spontaan. Tokio, Tokio by night. Tokio, Tokio, Tokio by night. Tokio. Antwerpen. Het nummer wat hij bijzonder graag hoort van mij. En hij zegt, als je dat nummer brengt, krijg je de hele zaal mee. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ben je mee? Geen niet meer aan Barbara,
weet dat jij bij mij zal blijven. Dat je mij nog haalt van jou. Hou vast, kus me zacht. Blijf voor altijd van je houden. Alles wat ik wil ben jij alleen. Niemand kan mij moed en meer vertrouwen. Want één ding weet ik zeker. Ik blijf voor altijd van je houden. Alles wat ik wil ben jij alleen. Niemand kan mij moed en meer vertrouwen. Want één ding weet ik zeker. Blijf toch altijd van je houden. Helemaal netjes, terug op een rijtje. En dat natuurlijk als die mensen met de camera in de zaal staan. Wat ook heel mooi is, dat is dat Luc niet alleen naar hier is gekomen voor die opname. Heeft een mooi achtergrondkoortje. En als ik zeg mooi, dan bedoel ik echt wel mooi. Jawel. Ik mag er verder niks van verklappen, hebben ze gezegd, want dan val ik terug in superlatieven. U voelt dat ik de tijd aan het volkletsen ben, en dat is ook zo. Ik zou zeggen, we gaan nog applaudisseren. Maar hoeft niet meer, want dat doet u schitterend. Dat zijn alle vedetten. Dames en heren, een videoclip over mijn eigen singleplaat. Ik ben heel fier dat ik in de bomvolle zaal kan brengen. De titel is Hoe lang blijft liefde duren? Eén ding wil ik nog wel zeggen. Ik moet ze dus tweemaal achter elkaar brengen, omdat dus die meneer allerlei standjes moet uitvoeren. Ja? Snap je het? Ja? En Peter, kom er maar bij. En dan krijg je nu een zingerplaat. Ik hoop dat je allemaal heel enthousiast meespeelt. Hoe lang blijft niet te duren? Weet je wel goed wat je nu doet? Dus zet je de vrouw op je smaakstel. Neem je het echt als je me zegt. Laat me maar gaan.
graag weer aan de volgende keer. Dank u wel. Als het dan lukt, dacht op zijn minst twee nummertjes lang. En handtekeningen. Ja, god, dat kan straks ook nog allemaal. Bedankt alleszins, dames, dat jullie er waren. En natuurlijk ook de jeune premier die erbij was. Oh, nog even een fotootje. Heerlijk is dat. Officieel de bloemen van zijn vriend Dirk Bosman. En daar kan nog weer applaus tegenaan natuurlijk. Op 23 mei een voorprogramma van Rottenijs. Dus ik verwacht jullie allemaal terug voor Luc Stengel. Een applaus. Zo hoorde u het eens van iemand anders. Ja, ja, dat komt wel bekijken, hè, zo. Ja? Oké, fantastisch. U kent de affiche. U weet wie er nu gaat komen, maar ik ga er nog iets over vertellen. U kent ongetwijfeld nog The Guys and Dolls. He, There's a Whole Lot of Lovin', You're My World. Tal van grote hits hebben ze gescoord door de jaren heen. Ze hebben een jaar of 10 bestaan. En toen zijn ze opgehouden te bestaan. Dat kan nu eenmaal gebeuren. There's no business like show business. Woo!
see, we never take our love for granted. But that's exactly what we've done, yeah. Sometimes it even seems that we don't need each other. But deep inside, it's just as strong. Yeah.
Thank you.
naam niet uitspreken van het letter die nu komt. Maar hij doet het wel. Dirk.
want je zal het in elkaar moeten draaien. Zo'n grote show, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En het is voor ons weer een gelegenheid om naar onze Belgische vrienden te mogen gaan. Mensen, ik heb een tweede LP opgenomen, die heet Sea of Love. En ik moet... Yeah.
zingen is en ook de mensen aan de tafels. En dan zingen we met z'n allen. Reach out and touch somebody say. Reach out and touch somebody's hand. Make this world a better place. If you can. Reach out and touch somebody's hand. Make this world a better place. If you Zeker. Ja. Nog een beetje gezellige zomerse muziek zo hier door de sporthal heen. Ja. Doen we voor het sfeertje een beetje primetime. Primetime, een stuk van de laatste LP. En dat gaat ongeveer zo. Wow. Come on, take my hand, step into the land of.
and stars. Let's do it the way out. I'm gonna win your heart. Let me take you to the festival. Leave all the bad behind. Make you feel a little tropical. Having a bright time. Hello! Oh! Give in to the rhythm of your heart. Zo'n handtekening, dat komt voor elkaar. Wow. Dan gaan we nog een beetje in de handjes klappen voor de organisatie, mensen. Want dat is wat. We zijn de handen in België. Veel gezondheid, prettige kerstdagen en een gezond 1987. Dank u wel! Gerard Joling! Dames en heren, willen jullie Love is in Your Eyes nog een keertje horen? Echt waar? Dan doen we weer Gerard! Gerard, 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 kom joh! Gerard, 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 ja, maar zo roepen, nee, roepen! Gerard, Gerard, ja. Zal het nog één keer doen? Ik heb hier volgekeken, maar we kijken of het lukt, oké? Love is in your heart. Ja. Someone's gonna love you tonight. Kom maar zo aan, oké? Okay? Dan gaan we nog een keertje. Love is in your eyes, and someone's gonna hold you right now. Dankjewel. Dat voor mij, dankjewel. Love is in your eyes, and someone's gonna love you tonight now. Gaat ie goed? Dankjewel. Someone's gonna love you tonight now. En dan zingen we de laatste couplet met
kan alleen maar zeggen. Gerard Joling, met uw applaus, geef hem een extraatje. Ja, hij gaf u ook een extraatje. Gerard Joling, dankzij Dirk Bosman. Ja, en zo zouden we nog uren kunnen doorgaan. Maar u wacht op een boodschap. En die boodschap die komt niet van mij. Want ik heb iemand die toch nog wat wil vertellen. Dirk, ik heb een vraag voor jou. Dirk Bosman. Hey, hier is hij, dames en heren. Dirk Bosman. Geef hem nog eens een extra applausje. Ja. Je zakt zo wat door je knieën, hè? Want je hebt keihard gewerkt om deze avond zo'n succes te maken zoals het geworden is. Maar Dirk, ik ben ervan overtuigd dat vooral alle dames hier met een vraag zitten. Ga je Gerard Joling nog een keertje uitnodigen? Dat hangt af van de reactie van het publiek. Reactie van het publiek, laat even horen. Dat is niet zo bijzonder, hè Dirk? Zo roepen ze bij jou. Ja, van deze zes dames is het in orde. Maar de rest van de zaal, moet Gerard Joling terugkomen of niet? Ja, dat is mooi. En wanneer komt hij dan terug? Niet zo dadelijk natuurlijk. Ja, Gerard heeft me juist verteld dat hij een heel druk programma heeft. Hij gaat binnenkort naar Japan. Hij heeft een tournee in Florida voor een tv-special voor de Tros. En hij heeft een heel druk programma namens volgend jaar. En hij gaat speciaal voor mij, echt waar, voor mij, een datum lospeuteren voor terug hier te mogen komen optreden. Is dat niet fantastisch? Men zeggen het voort. Dus als u wil weten waar Gerard Joling komt, nou, dan gaat u even bij Dirk Bosman informeren. Dirk, dit was niet het einde van de avond. Want...